Tot op het laatste moment bleef het spannend of tentoonstelling De Aard van het Beest compleet zou worden. De beelden uit het museum van voormalig DSB-eigenaar Dirk Scheringa waren namelijk in beslag genomen. Het is ijsberen voordat de tentoonstelling over dieren kan beginnen in Coda. Want worden de beelden speciaal voor de tentoonstelling vrijgegeven of niet? Daar is hij! De opluchting is groot als het lang verwachte transport er eindelijk is. Twee beelden van kunstenares Sylvia B. worden uitgeladen onder toeziend oog van de conservator. We gaan kijken of alles klopt, of er geen krassen op zitten, of het allemaal onbeschadigd is gebleven. We gaan er wel van uit natuurlijk, we hopen het ook met z'n allen. Want we hebben onze topwerken in huis, ja. De tentoonstelling is zo goed als af. Nu moeten alleen de twee net gearriveerde beelden nog opgebouwd worden. Maar dan is er opeens paniek. Dat zal toch niet waar zijn? We zijn nog niet. Wat is het probleem? We hebben inderdaad 7 dozen uitgepakt. En we zijn nu het beeld aan het installeren. Maar we missen het mensfiguurtje onder de wolf. Ah, waar gaat dit heen? In allerijl wordt er gebeld met de transporteur. Waar is het kind? Zou Dirk Scheringa soms toch wat achtergehouden hebben? Na spannende weken of we deze werken hier terug zouden krijgen, hebben ze. Transporteur heeft een belangrijk onderdeel van dit beeld vergeten. Tja, ongelukje zit in een klein hoekje. En terwijl het kind onderweg is, wordt de rest van de tentoonstelling afgemaakt. Ondanks de problemen bij De Aard van het Beest. Yes, we gaan het halen.